Ik heb 74 doodsbedreigingen gekregen na mijn boek. En ik heb daardoor slapeloze nachten gehad. Vrijdenken is niet vanzelfsprekend en moet altijd bevochten worden. Absoluut. In deze stelling zitten er namelijk twee stellingen. Vrijdenken is niet vanzelfsprekend, is de eerste. En de tweede moet het altijd bevochten worden. Ja en ja. Ik denk dat er in alle mensen een grote verleiding is om zich te voegen naar tradities, gemeenschappen, naar de macht. Daarin kan ook onvrijheid besloten liggen. Als het om vrijdenken gaat, dan ligt het voor de hand natuurlijk dat ik mijn vader benoem. Iemand die namelijk heeft moeten bevechten dat hij in vrijheid kon denken. Omdat hij komt uit een land, Iran, waar na de revolutie eigenlijk een heleboel vrijheden mensen ontnomen zijn. Nee, dat zien we ook. Sowieso is het op heel veel plekken op de wereld, zeg maar, nog niet vanzelfsprekend. Maar ook in Nederland niet. Het populisme is, zeg ik als feministe, heel slecht. Vaak gaat vrijdenken, alleen durven staan, gaat dikwijls gepaard met hele grote persoonlijke offers. Ik reis nu nog steeds niet met het openbaar vervoer en ik ben op een geheim adres, et cetera. Ik moet heel erg op mijn hoede zijn. Helaas moet ik zeggen dat waar ik ook kijk, of het Bolsonaro is in Latijns-Amerika, Modi in India, Erdogan, Orbán. Het is overal zie je dat de rechten en de beslissingsbevoegdheid van vrouwen vaak verworven, ook na jarenlange strijd, dat die de nek worden omgedraaid.